Goedemorgen, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe weekvlog. Oh, ik hoor mijn moeder binnenkomen. Mijn moeder is net binnen, want we gaan zo naar de dierentuin met Niels. Alleen Niels was zo moe dat ik dacht, ik gooi hem toch nog even in bed. En eerst wilde hij niet, maar nu poging 2 lijkt het te lukken. Dus fingers crossed, ook een mooi dingetje. Ik weet niet of ik dit al had laten zien, dat is mijn nieuwe hippe gadget. In de vorige vlog vertelde ik al wel over dat ik bij de dokter was geweest en dat ik een overbelaste arm heb, of eigenlijk pols. Dit is nu het resultaat. Nou zat er eerst, laat zien, er zat er eerst zo'n soort kousje omheen, maar dit van die ruitjes. En dan werd ik helemaal gek van de jeuk. En nu heeft mama van een oude t-shirt mouw, heeft ze de witte constructie die hieronder zit gemaakt. En die hier zeg maar zo, dit hele, nou je ziet het. En dat jeukt niet. En dat is een portie fijn. En verder is het gewoon hard, soort keihard plastic. Dus dit moet ik 24 uur per dag doen. Super handig, super praktisch ook met Niels. Want ik kan hem alleen maar op een bepaalde manier een soort van in bed leggen. Dan breek ik wel alle andere botten, maar goed. Ik kan namelijk een bocht niet maken en in bad en zo. Dus ik moet ze allemaal een beetje behelpen. Maar ik heb in ieder geval geen pijn, dat is fijn. En dan moet ik 2 keer per dag met deze een halve kilo gewichtje moet ik dan trainen. Maar goed, wij gaan zo naar dierentuin, naar dierenpark Amersfoort. En zin in. Het is niet heel lekker weer. Sven is er vanavond niet, dus ik eet bij mijn ouders. Het is 5 mei trouwens. Normaal ga ik altijd wel naar een festivaletje of zo, maar ik dacht iedereen moet werken. Maar nu ineens vraagt iedereen, ga je nog wat doen? Maar goed, Sven moet in ieder geval werken, maar die gaat vanavond, is een vriend van hem jarig, dus daar gaat hij heen. Niels staat bij mijn ouders, zodat ik ook een beetje ontlast word met die arm. Dat ik niet hem morgen de hele dag alleen hoef te entertainen. Morgen heb ik een housewarming en ik heb een verjaardag om hetzelfde tijd te hebben. Dus ik moet nog even kijken wat ik ga doen. Sven gaat in ieder geval naar de housewarming, want dat is van zijn vriend van hem. Ik moet even kijken of het praktisch is dat ik wel naar die verjaardag ga, want ik mag niet auto rijden. En het is wel ergens, zeg maar, niet echt in de buurt. Het is in de Soester Duinen ergens. Dus nou, moet ik allemaal even bedenken. Maar eerst maar naar de dierentuin. Wil je die ventjes gezien? Ja? Nou, kom maar, haal je. Allemaal vies. Dat is een grote vis. Kleuren. Het begin bij elkaar. Een vrouw en een pakje. Ja. Niels eet lekker een boterhammetje. Niels is zijn brood aan het dippen in het bakje jam. Ik heb nog een restje jam hierin zitten. Dat vindt hij blijkbaar zonde, dus dan gaat hij dippen. Mijn mama heeft een broodje. Salam. En ik heb een frietje. Oh! Oh! Wat is dat een keertje? Wat valt bij je? Gelukkig, net niet hè. We zijn inmiddels bij opa en oma. We zijn inmiddels bij opa en oma. Ik ben helemaal rood hoofd. En Niels vindt het hilarisch dat de auto steeds bijna van de tafel valt. De dierentuin was super leuk. Heel gezellig. En daarna hebben we nog even bij ons thuis. Dat weet ik ook niet. En nu eten we bij opa en oma. Want Niels die logeert hier. Ik weet niet waar ik zo'n rood hoofd heb. Een beetje buiten in de zon. En we gaan hem zo lekker in bed leggen. En dan ga ik ook weer naar huis. Ja, buiten hier logeren. Dat is opa. Ik ben mijn vader. Goedenavond. Ik heb echt heel weinig gefilmd vandaag. Behalve een beetje dierentuin en zo. En eventjes kort bij mijn ouders. Maar ik ben inmiddels thuis en een van mijn beste vriendinnetjes die wilde nog even naar het bevrijdingsfestival.
Tenminste, dat stuurde ze geloof ik vanmorgen of zo. Dus ik dacht, ik belde even op de fiets terug van mijn ouders. Maar die wilden nog steeds gaan. En we waren allebei wel in twijfel, moet ik eerlijk bekennen. Maar we hebben uiteindelijk besloten toch even te gaan. Het is inmiddels hartstikke laat. Het is nu iets voor 9:30. Ze is nu onderweg naar mij, als het goed is. En het duurt tot 11:30. Dus nou, het wordt niet heel spectaculair. Ik heb even een warmere trui aangedaan. Want ik wil wel gewoon mijn leren jasje aan, niet mijn winterjas. Dus ik dacht, doe even wat warmere trui, want volgens mij is het niet heel warm meer. Ik twijfel wel over een sjaal, want dat is weer zo'n manier. Ik heb geen idee wie er komen en zeg maar welke artiesten en zo. Maar het maakt niet uit. Ik heb wel gewoon vet zin om haar even te zien. En we gaan niet lang. Ook nog iets wat ik nog even wilde zeggen. Ik had natuurlijk dit leuke kettingje. Waar is die zo? Met de N van Niels in het rosé goud. Daar was ik super blij mee. Alleen die sluiting ging ineens kapot. Maar super netjes. Ik had een mailtje gestuurd en ze reageerde meteen. Het was van notontuesday.nl denk ik. Maar ze reageerde meteen van super vervelend en stuur hem terug. Dan zorg dat het gerepareerd wordt of je een nieuw krijgt. En nou, ik heb dus nu een gerepareerde of een nieuwe, weet ik niet. Ik denk een nieuwe als ik het zo zie. Dus dat is super fijn, want ik had hem natuurlijk nog niet zo heel lang. En ik was er heel blij mee, maar echt zonde dat hij meteen stuk was. Ik ga nu nog even een kopje thee drinken. En ja, zij haalt mij op, want ze fietst praktisch langs mijn huis om daarheen te gaan. Dus nou ja, dan ga ik lekker met haar daar naartoe. Ik weet niet of ik de camera meeneem, moet ik even over nadenken. Sven is inmiddels in Zwolle bevrijdingsfestival aan het vieren. Want een van zijn beste vrienden is altijd jarig op 5 mei. En Niels ligt lekker te slapen bij opa en oma. Dus. En Mittens is hier, hè, Mittens. Nou, ik... en ik heb mijn haar nog even een beetje, want het zat echt zo niet meer. Ik dacht, ik doe er even een korte krultang doorheen. Dus. Ze zal zo wel komen. Ik ga lekker op de bank liggen. Goedemorgen, het is zaterdag. En ik ben echt een super slechte vlogger dit weekend. Ik weet niet waarom. Maar ik vergeet steeds te vloggen. Zoals jullie weten ben ik gisteravond naar het bevrijdingsfestival gegaan. Nou, daar was niet zo heel veel meer aan. Dus daarna zijn we nog even hier een kroegje ingegaan. Niet zo spannend, gewoon even lekker een beetje bijgekletst. Het was heel gezellig, ik was op tijd thuis, 1:00. En niet heel lekker geslapen. Maar dat is altijd gewoon een beetje, deze arm, het ligt gewoon niet lekker. Even ondertussen glas van Mittens vullen. Zo. Dus dat, maar het was wel heel gezellig. 'S avonds. En goed, dan iets minder lang geslapen, maar niet heel kort hoor. Maar ik had eigenlijk bedacht dat ik even gewoon lekker ging uitslapen en zo. Maar ik heb op zich wel lang in bed relatief lang in bed gelegen, maar ik kon niet slapen. Ik zie een heel schattig tafereeltje buiten. Ik ga eventjes naar de stad. Het is nu 11:30, dus ik ga eventjes, ik wil even een aantal dingen, ik moet even wat terugbrengen naar de Hennis. Ik had een leuk shirtje gezien bij And Other Stories, dus ik dacht dan ga ik die twee winkels even doen, ook niet lang, en dan ga ik gewoon weer naar huis. Ik moet nog wat aan de site doen en ik moet dus nog even kiezen naar waar ik naartoe ga zometeen qua festiviteiten. Maar dat voor straks, ik ga eerst even de stad even laten zien wat ik aan heb. Dit shirtje, jeetje, waar is dit van? Ik weet het niet. Met een soort kant eronder. En deze jeans van... Jeans? Van Mango. Misschien is dit shirtje ook wel van Mango trouwens. Ik weet het niet meer. Ik ga. Hoppatee. Ik ben weer thuis. Ik heb de camera op het keukentje gezet op een pannetje. Check. Ik wil even laten zien. Ik heb net... ik had nieuwe stofjes besteld voor Niels. En ik krijg heel vaak vragen over die stofjes. En ik heb zeg maar nu dezelfde besteld, maar dan een ander kleurtje, een maatje groter. En ze zijn van Api. Dat is van babyschoenen.nl uit mijn hoofd. En ik heb nu deze. Hij had ze eerst met blauw en rood. Of alleen blauw? Alleen blauw volgens mij. En deze zijn grijs. Dat vond ik wel lekker fris voor de zomer. En hij heeft dan nu XL. En hij had eerder L. En die begint een beetje krap te worden. Dus ik dacht, hoppatee. Dus deze. Heel schattig. En dan was ik nog even bij And Other Stories net. Ik pak deze ding altijd zo leuk in. Daar kocht ik dit shirtje.
Dit is gewoon een gestreept shirtje, maar gewoon van een beetje lekker dikke stof. Hij valt heel, dit is een 36 gewoon, maar hij valt heel los. Maar dat vind ik wel leuk, ik hou ervan. Dus deze kocht ik. En dan kocht ik daar ook nog, mijn sieraad altijd heel mooi. Deze ringetjes. Dus een beetje kunt zien, ik zal ze even een andere ring afdoen. Deze drie zilveren ringetjes. En die vond ik ook heel leuk, dus daar ben ik heel blij mee. Dan kocht ik nog van die sokjes bij de Hema. Twee soorten. Dit zijn Food Socks Terry Cotton. En dit is een beetje een soort badstof. En dan nog Food Socks Seamless with Cotton. Geen idee. Degene die ik nu heb, ik weet niet waarvan ze zijn, maar ik vind ze heel irritant. En dit zijn zeg maar dat je ook echt, echt geen sokje ziet in je schoen. Dus ik ben heel benieuwd of dit wat is. En als jullie tips hebben, let me know. Want ik heb al heel vaak dit soort sokken geprobeerd. En ik vind het allemaal waardeloos. Want ze zakken zeg maar af. En dan heb je alleen maar aan je teen nog een sokje zitten. En daar is het hele idee is dat je hem zeg maar wel om je voet hebt. Dus als jullie tips hebben voor dit soort sokjes, let me know. Kocht ik appels. Oh, en aardbeien trouwens. Die zitten in mijn handtas. Want we gaan morgen wel boodschappen doen. Maar vandaag had ik geen zin om de boodschappen te doen. Ik was toch in de Hema. Dus ik denk, nou, ik koop daar even wat voor. In ieder geval voor in de yoghurt ochtends. Kriebels. En er zag nog dit shirtje bij de Hema. Er zit nog geen kaartje aan. Deze. Oh wel, ik voel hier iets. In de verte. Deze was €5,50. Ik hoop dat de maat goed is. Ik vind het nu zo lastig inschatten. Want dan staat er 92. Staat dan vanaf 1,5. Tot 2. Nou, Niels is bijna 1,5. Maar ja, soms is het goed, soms is het te klein. Ik weet het niet. En hier staat op mama, woe, super, what's up. Ik weet het allemaal niet. What, bam. En allemaal dingetjes. Ik vond het een gezellig shirtje. Ik denk op het een. Voor Niels, uiteraard. Zoals je zult begrijpen. Dus dat kocht ik. En toen wilde ik aan de site gaan, maar nou blijkt mijn filmpje weer niet zijn geëxporteerd. Ik snap niet, er is iets mis met dat filmpje. Het is heel irritant, het was een hele lange vlog. Ik ga hem echt niet helemaal opnieuw bewerken, ik word gek. Maar het is echt een heel lang filmpje en om een of andere reden doet hij het niet. Dus ik word er een beetje gefrustreerd van. Ik had het twee keer en laatst heb ik het ook al een keer met het filmpje gehad, dus ik weet niet waarom. Maar goed. Dus wat ik nu eerst ga doen is boodschappen bestellen. Ik weet niet waarom iemand aan het timmeren is. Boodschappen bestellen, want dat moet ook gebeuren. En het is heel lekker weer. Dus misschien ga ik dat gewoon met de pui open doen in het zonnetje. Want dat kan gewoon op de app. Ja. En dan hoppatee. Ja, ik weet het al niet meer. Het is een rare vlog dit keer. Maar morgen neem ik jullie gewoon mee met het gezinnetje. Dan wordt het vast allemaal weer heel normaal en simpel. En ja, nou, tot zo. Zo, dit is goed beeld. Inmiddels is Sven weer thuis. En Niels ligt lekker op bed. En om een van de redenen word ik weer verkouden. Omdat ik het nog niet genoeg had gehad of zo. Ik weet het niet. Eindelijk is het gelukt met mijn vlog te uploaden. Dus dat was echt, echt heel lang mee bezig geweest vandaag. En nou, nu ga ik zo weer verder aan de site. Het is inmiddels 10:15. Ja, ik heb het gewoon. Het lukte gewoon niet om een van de redenen. Ik wilde die niet exporteren. Ik heb echt alles geprobeerd. Ik heb hem echt heel vaak geëxporteerd. Hij heeft er echt uren over gedaan. Maar nu is het gelukkig gelukt. Dus ik ben er heel blij mee. Dus nu is hij aan het uploaden. En ja, morgen wordt het super lekker weer. Dus we gaan denk ik lekker naar Rotsoort of zo. En dan zie ik jullie morgen weer. Het is zondag en wij zijn aangekleed en wel. Ik heb een shirtje aan van Only en uiteraard een Stradivarius. Spijkerbroek is altijd Stradivarius of Bershka. Of ja, heel soms. Niels helpt de was tillen. Wij gaan zo even lekker naar buiten. Het is nu 11 uur. Ik dacht dat het super lekker weer zou worden vandaag. Dat valt een beetje tegen. Het is heel bewolkt. Maar goed, mag de pret niet drukken.
En ik hoop dat ik vandaag wel een beetje ga filmen en het niet weer vergeet. En Niels zijn nieuwe woordje is, hij zegt nu steeds, oh nee. Heel schattig. In het kader van het thema dat ik de hele dag alles vergeet te vloggen. Dit was de lunch. Het was zo dat we hem opkrijgen. En Niels zit nu lekker in de speelhoek. Daar zit de professor met zijn boeken. Nou, dit weekend is gewoon niet mijn beste vlogweekend aller tijden. Laten we het daar maar op houden. We zijn net nog even... Niels heeft heerlijk geslapen trouwens. Echt goed. Ik geloof zo'n 2 uurtjes. En ja, gewoon goed. Lekker. En daarna zijn we eventjes boodschappen gaan doen. We moesten nog wat dingetjes halen. En we hebben nog even buiten gespeeld. Onder andere in de zandbak. Dus vandaar dat Niels nu in zijn rompertje zit. Even zijn broeken zo uitgedaan, uitgeklopt. En nu gaan we zo eten. Het is 5:30. Dus we gaan nu een beetje het eten maken. En dan lekker met Niels samen eten. Ja. En dan gaan we een beetje het ontplofte huis opruimen. Weet je dat? Oh, het is ineens heel donker. Wij liggen op bed, of tenminste. We gaan nog even een serietje kijken of een boek lezen of iets. Maar we zitten wel gewoon alvast lekker in bed. Want het is zondag. Het is iets van 10 uur of zo. Sven is herrie aan het maken. Altijd fijn. Was verder een prima avondje. Weinig spannend beleefd. Ik hoop dat jullie de vlog toch leuk vonden. Ondanks dat ik niet heel veel heb gevlogd dit weekend. Maar goed, ik hoop dat jullie het toch leuk vonden. Ik wil jullie in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie volgende week weer. Doeg!